Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van september bespreken. Ik heb deze maand 7 boeken gelezen en ik ga gewoon weer even vertellen welke boeken ik heb gelezen. En ik zal natuurlijk wat meer informatie geven over deze boeken en wat ik daarvan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van september, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Grenzeloos Geluk, geschreven door Saskia Oudshoorn. In dit boek staan de vrienden van Liv centraal, namelijk Laurens en Kate. Dit is het derde boek van deze reeks. In dit boek gaan Liv en Mathieu trouwen en ze besluiten een groot trouwfeest te organiseren. En dan besluit Laurens eigenlijk heel impulsief tijdens een romantische hotelovernachting om Kate ook ten huwelijk te vragen. Alleen dan krijgt Laurens een vrijgezellenfeest en dat brengt eigenlijk onverwachts een heftige en onverwerkte periode uit zijn leven weer terug. Want daar is hij heel gesloten over. Het is, sowieso kom je niet heel erg achter het leven van Laurens in de vorige boeken. Dit gegeven waar hij dus achter komt, dat leidt hem eigenlijk heel erg af. En dan slaat bij Kate ook nog eens het noodlot toe. En dan ziet eigenlijk Laurens zich geconfronteerd worden met een chaotisch verleden, maar ook met een onzekere toekomst. Eigenlijk besluit hij dan ten einde raad om te doen wat hij altijd doet en dat is vluchten. En ja, dat loopt gewoon allemaal niet heel erg soepeltjes. Ik zal niet vertellen waar Laurens mee te maken krijgt, want dat is iets wat je echt zelf zou moeten ontdekken, vind ik. Ik zal ook niet vertellen wat er met Kate gebeurt. Maar zouden ze bij elkaar komen, moeten ze heel veel grote stappen overwinnen. En dat is dus de grote vraag of ze dat gaat lukken. Ik vond dit boek wel heel mooi uiteindelijk. Ik moest alleen wel heel erg wennen omdat ik heel erg met personages van Liv en Mathieu nog in mijn hoofd zat. Dus dit boek, dat het in één keer over andere personages ging, dat vond ik eventjes lastig. Maar ik vond het wel een heel mooi boek uiteindelijk. Het volgende boek wat ik las is Het Wonderlijke Wolparadijs, geschreven door Manuele Inusa. En dit is het vierde boek uit de Valerie Lane reeks. In dit boek staat Suzanne centraal en Suzanne kwam in de eerdere boeken ook voor. Maar je merkte al dat zij best wel wat dingen met zich meenam waar ik wel heel erg benieuwd naar was omdat ik mijn vinger er niet op kon leggen. Eigenlijk brengt Suzanne het liefst al haar tijd door in haar kleine wolwinkel. Ze woont er ook boven samen met haar hond Thierry. En als ze tussen de verkopen door breidt ze eigenlijk ook prachtige dingen die ze in de winkel verkoopt. Maar ze doneert ook heel veel aan de daklozenopvang. Haar vriendinnen die komen ook best wel vaak langs in de winkel. En ze weten eigenlijk altijd dat Suzanne voor hun klaar staat. En dat kunnen ze eigenlijk maar al te goed gebruiken in de koudste winter die Valerie Lane ooit heeft gekend. Dan komt er eigenlijk op een dag een vrouw bij Suzanne in de winkel en die vraagt of zij een baantje voor haar heeft. Want zij is bij haar man weg, ze heeft 2 kinderen en ze wil eigenlijk heel graag op eigen benen staan. Eigenlijk heeft Suzanne niet echt een baan voor haar, maar ze kan haar wel gebruiken bij een markt waar ze dan wat extra geld kan verdienen. Omdat Suzanne de goedheid zelf is, besluit ze toch om deze vrouw een baan aan te bieden. En ontmoet ze ook haar broer. En Suzanne krijgt daar gevoelens bij die ze eigenlijk niet wil hebben. Want ze wil eigenlijk gewoon absoluut niet de liefde opnieuw vinden. Want ze heeft nog wel een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Waardoor ze echt denkt, relaties die zijn voor mij niet meer weggelegd. Maar je merkt toch aan haar dat ze best wel wat mist. Er gebeurt best wel veel in dit boek, want ze maakt ook best wel samen wat dingen mee met deze broer. Maar of het uiteindelijk echt tot een relatie komt, dat laat ik in het midden. En ik vertel uiteraard ook niet wat er nou in het verleden van Suzanne heeft afgespeeld.
Want als je daar benieuwd naar bent, zou je het echt zelf moeten lezen. Ik was er zelf heel erg benieuwd naar. En ik ben heel erg blij dat ik door dit boek te lezen er eindelijk achter ben gekomen wat Suzanne met zich meedroeg. Het volgende boek wat ik las is het boek Meest Begeerde Baas, geschreven door Annika Martin. Dit is deel 4 van de serie Miljardairs in Manhattan. Het boek gaat over Rex O'Rourke. Ik spreek het vast verkeerd uit. Maar hij voldoet eigenlijk aan alle miljardairs-clichés. Het is een workaholic. Hij behandelt zijn medewerkers echt verschrikkelijk. En in zijn privéleven is hij een onverbeterlijke playboy. De laatste wordt een probleem als een klant daar absoluut niet blij mee is. En dat is nogal een groot probleem, want hij wil met deze klant eigenlijk de deal van zijn leven sluiten. Voor een chique vakantie van 2 weken op een jacht, waar Rex absoluut niet van houdt, want hij wil gewoon niet bij zijn werk vandaan zijn, is hij dus uitgenodigd door deze klant en hij heeft dus eigenlijk een vrouw aan zijn zijde nodig, waardoor hij kan laten zien dat hij het perfecte privéleven heeft waar gewoon een vriendin in zit en dat alle rollen die ten oren zijn gekomen niet waar zouden zijn. Hij geeft zijn mensen dan de opdracht om een nepverloofde te zoeken, puur voor een zakelijk doeleinde. Ze moeten dus eigenlijk totaal niet bij hem passen en dan komt zijn kapster in de buurt, Tabitha. Tabitha houdt van Hello Kitty, kleurrijke kleding en dat is alles wat Rex verschrikkelijk vindt. Tabitha is de kapster van Rex en als zij dan een groot geldbedrag aangeboden krijgt die ze heel goed kan gebruiken, besluit ze om voor deze deal te gaan. Naast dat Tabitha dus van Hello Kitty en kleurrijke kleding houdt, is ze ook altijd heel vrolijk en heeft ze eigenlijk gekleurd haar. Ze is verslaafd aan soaps en ook heeft ze een hamster als huisdier. Ze is dus totaal anders als de vrouwen die Rex ooit gedate heeft en ze haalt eigenlijk het bloed onder Rex zijn nagels vandaan. Op de cruise leren ze elkaar eigenlijk van een hele andere kant kennen. Maar ze leren ook weer delen van hunzelf kennen. Laat Tabitha in één keer een van haar soaps-ideeën los op een neef die daar rondloopt van de zakelijke klant, waarvan zij eigenlijk een beetje de kriebels krijgt en besluit ze dit met Rex te delen, die dat in eerste instantie in de wind slaat. Maar uiteindelijk besluiten ze toch op avontuur te gaan of deze neef wel is wie hij is. Als de cruise dan afgelopen is, dan gaan ze eigenlijk op een niet zo'n hele fijne manier uit elkaar. En besluit Tabitha ook dat ze zijn kapster niet meer wil zijn. Maar Rex wil nog een kans om met haar te daten en besluit af te spreken op haar verjaardag. Maar dan laat hij haar zitten en dat is iets wat ze in het verleden al heeft meegemaakt, waardoor ze eigenlijk geen contact meer met Rex wil. Maar dan krijgt Rex de bevindingen binnen die ze hebben opgedaan tijdens de cruise en wil hij dit heel graag met Tabitha delen. En de grote vraag is of er dan eventueel toch nog een toekomst ligt tussen Rex en Tabitha. Ik vond het wel een heel erg leuk boek uiteindelijk. Ik heb er toch wel heel erg van genoten. Af en toe dacht ik wel eens van, oké, maar uiteindelijk vond ik hem heel leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Liqueur en Lelies van Gaby Rasters. In dit deel is Liz inmiddels het nieuwe eigenaresse van de bloemenstal in het Vondelpark. Dit is trouwens ook het derde en laatste deel uit de bloemenstalreeks. Liz geniet intens van de bloemenstal. Toch krijgt ze het allemaal niet zo makkelijk geregeld. Haar zoon Rens heeft haar best wel hard nodig. En als de meester dan een kijkje komt nemen van Rens, die de naam Bas heeft, raakt Liz eigenlijk helemaal van slag. Ze wil zijn hulp eigenlijk niet aannemen als het gaat om Rens, want ze is altijd gewend om alles in haar eentje te doen. Ze kan eigenlijk niet ontkennen dat ze onder de indruk is van Bas. Aangezien de bloemenstal al voor zoveel liefdes heeft gezorgd, is eigenlijk de grote vraag, gaat dat dit keer ook weer lukken? Ze krijgt best wel veel op haar bordje met Rens. Hij heeft het best wel lastig.
Hij heeft ook een meisje waar hij goed mee omgaat. Die heeft het thuis ook niet heel erg makkelijk. En ze krijgt dan ook gelukkig wel weer regelmatig hulp van haar vriendinnen. Ze ontmoet ook een hele rijke man die op dat moment op zoek is naar een bos bloemen. En zij valt eigenlijk over zijn schoenen. Dat ze die eigenlijk ja, totaal niet mooi vindt. En dan besluit hij die schoenen om te doneren, zodat die het hele land doorgaan. Omdat daar een briefje bij ligt dat ze dan ook bloemen moeten kopen bij die bloemenstal, omdat het allemaal door Liz komt, krijgt zij ineens ook heel veel klanten. Maar dat zorgt ook voor wat problemen tussen Bas en Liz, die toch wel wat naar elkaar toe groeien. Of er uiteindelijk liefde zal ontstaan tussen deze twee en wat er nou precies met deze mysterieuze man die zijn schoenen verkocht aan de hand is, laat ik in het midden. Maar ik heb uiteindelijk toch wel genoten van dit boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Slechts één liefde van Natasha Madison. Dit is deel 7 uit de Slechts één reeks. Dit boek gaat over Wilson. Wilson was eigenlijk een echte player en op het ijs, maar ook zeker daarbuiten. Hij vond het fantastisch en leefde zich eigenlijk helemaal uit. IJshockey, vrouwen en geld. Het kon ook niet te gek zijn. Tot er een vrouw in zijn leven verschijnt en nu wil hij eigenlijk alleen maar de beste versie van hemzelf zijn. Hij wil het beter doen en hemzelf eigenlijk bewijzen. Hij wil eigenlijk niet de gast zijn die iedereen denkt dat hij is. En Franny, zo heet de vrouw die hij dus ontmoet, haalt muren naar beneden die hij zijn hele leven lang al best wel hoog opbouwde. Franny heeft een achternaam die veel deuren voor haar heeft geopend. Maar ze wilde zich eigenlijk nu gewoon keihard bewijzen voor de titel TV-producer. Ze wilde gewoon laten zien dat ze dit echt waar was zonder hulp van haar familie. Ze vraagt dan eigenlijk of Wilson in haar programma wil. En hij walst gewoon haar studio binnen. En het was eigenlijk wel duidelijk dat hij iets recht te zetten had. Want via deze weg kon hij bewijzen dat hij niet de slechte persoon was die iedereen dacht dat hij was. Franny vertelde hem eigenlijk maar al te graag wat er allemaal mis met hem was. Maar het was wel onvermijdelijk dat ze als een blok voor hem zou vallen. Maar toen knalde er een schandaal de wereld in. En niemand had eigenlijk verwacht dat Franny aan zijn zijde zou staan. Zelfs Wilson had niet verwacht dat Franny achter hem zou blijven staan. Maar eigenlijk leerde zij op dat moment één ding. Je krijgt maar één liefde. En die liefde die wilde ze heel graag vasthouden. Dit is eigenlijk even een globale indruk van het boek. Want er gebeurt best wel veel. Wilson heeft best wel veel dingen in zijn verleden waar eerst niet zoveel duidelijk over wordt. Maar waar je uiteindelijk wel achter komt. Ook wel heel bijzonder dat Franny het allemaal op haar eigen manier doet. Ze krijgt ook best wel wat moeilijke problemen met haar familie. Omdat ze bijvoorbeeld een hele boze vader heeft die het eigenlijk niet mee eens is dat zij verhuisd is. En dat hij haar niks heeft verteld, dat zij hem niks heeft verteld over haar plannen. Ik zal niet vertellen wat het schandaal is en wat dit allemaal voor hen betekent. Maar dat ze best wel een moeilijke weg moeten afleggen, dat is zeker waar. Dan heb ik het boek Funky Food Truck deel 1 gelezen van Saskia Oudshoorn. In dit deel maken we kennis met Ramona en haar broer Sam. Deze zijn in de vorige food truck series ook al wel eens langsgekomen, maar hier leren we hun veel beter in kennen. Ramona die volgt een studie eigenlijk met tegenzin op een universiteit en in de weekenden staat ze op festivals met haar broer Sam met food truck Saté Sam. Er is eigenlijk één goede reden waarom ze nog wel op de universiteit blijft en dat is Timo. Want ze is eigenlijk stiekem verliefd op Timo, al weet ze heel erg goed dat er nooit wat tussen hun kan zijn op liefdesgebied, omdat ze veel te verschillend zijn. Timo komt uit best wel een rijk gezin en Ramona totaal niet. Toch houdt ze wel een crush op deze jongen. Totdat de arrogante Alexia er met haar Timo vandoor wil gaan. En dan moet Ramona toch wel uit haar schulp kruipen. We maken in dit boek eigenlijk ook kennis met Justice. En Justice zit in de band. Just Did It. Die heeft hij samen met twee vrienden. En ze maken gewoon eigenlijk hele mooie muziek. En
Zingen, componeren en gitaar spelen is iets wat Justus het liefste doet. Maar de nieuwe bandmanager wil hem het imago van een sexy rockerjager geven en dat staat Justus totaal niet aan. Hij heeft het daarom ook best wel lastig te verduren. Ik vond het op zich wel een leuk boek, al moest ik wel even heel erg wennen als ik naar het vorige boek, de vorige reeks keek. Maar desondanks vond ik het toch wel een leuke, leuk deel, allereerste deel van dit boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is Funky Food Truck 2, geschreven door Saskia Oudshoorn. In dit deel moeten Ramona en Justus belangrijke keuzes maken. Ramona ziet op Instagram dat de arrogante Alexia met haar Timo op een feestje is. En ze besluit in een opwelling ook te gaan. Het was eigenlijk totaal geen goed idee, want ze drinkt thuis eventjes een beetje wat alcohol weg. En ze gaat eigenlijk al een beetje aangeschoten op weg. Als ze daar dan eenmaal aankomt, ziet ze Justus niet gelijk. En omdat ze zich toch niet helemaal fijn voelt bij deze mensen, omdat ze best wel overdressed is, besluit ze om even naar het toilet te gaan. En vanuit daar wil ze eigenlijk stiekem naar huis toe. Alexia ziet haar dan natuurlijk en die ziet dat er iets niet helemaal goed is gegaan met de kleding van Ramona en zet haar daarbij totaal voor schut. Waardoor Ramona eigenlijk deze mensen totaal niet meer onder ogen wil komen en iedereen probeert te vermijden. In dit boek komen we er ook achter dat de opa van Justus eigenlijk zijn grote vriend en vertrouweling is. Hij is een baken van rust in het hectische leven van de zanger. Maar Justus heeft wat zorgen om zijn gezondheid. Dan komt er ook nog eens een imagodeskundige op te proppen om van Justus een product te maken. En dat ziet hij totaal niet zitten, want hij krijgt kleding aangemeten die totaal niet bij hem passen. Hij heeft ook wat twijfels over wat hij nu echt wil. En de emoties lopen ook best wel hoog op in dit boek. Dan besluiten Justus en Ramona, die elkaar inmiddels ook hebben ontmoet, om een neprelatie te beginnen. En dit is een idee van een vriendin van Ramona. Ze hoeven alleen maar wat dingen op Instagram te plaatsen en af en toe wat leuks te doen. Zodat Timo jaloers zou kunnen worden op Ramona. En zodat Justus laat zien dat hij wel degelijk gewoon de mensen van zich af kan slaan. Omdat hij al een relatie heeft. Omdat hij eigenlijk gek wordt van al die dames om zich heen. Ik merk ook wel dat Justus een groot geheim met zich meedraagt. En ik had zelf wel een vermoeden wat dit geheim zou kunnen zijn. Maar daar komen we pas in het volgende deel achter. Nou, dan waren dit alle gelezen boeken van september. Ik heb er wel weer van genoten. Sommige boeken, daar ga je gewoon zo hard doorheen. Zoals die Funky Truck boeken. Dat zijn gewoon eigenlijk niet hele lange boeken. En die zijn, ja, die hadden ze ook wel in één bundel kunnen doen. Maar daardoor ja, ben je er ook wat sneller doorheen. Ik vond in ieder geval wel weer leuke boeken die ik heb gelezen. Ik ben benieuwd of jij dus een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je er eventueel interesse in hebt om ze te gaan lezen. Ik zou het zeker leuk vinden om te horen of jullie er geïnteresseerd in zijn. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!